Ja, voorzitter. Fortsa heeft geconcludeerd dat het voeren van oppositie in Haarlemmermeer zelden leidt tot een gewijzigde koers. De partijen die sinds jaar en dag de zetels verdelen, vinden het gezellig de rit met elkaar uitzitten belangrijker dan bijvoorbeeld het risico van het verkwanselen van tientallen miljoenen vermijden of om opties voor woningbouw open te houden. Ik gebruik onze 6 minuten daarom om wat van onze observaties met u te delen, zonder de illusie te hebben dat er al te veel zal veranderen. Daarvoor is het echt noodzakelijk dat bij de volgende verkiezingen Fortsa de grootste partij wordt. Huizenprijzen stijgen naar recordhoogte. Boodschappen waren nog nooit zo duur. Een warm huis is een luxe, douchen mogen we nog om de andere dag. Mobiliteit is onbetaalbaar gemaakt en bedrijven moeten jaren wachten op een energieaansluiting. Terwijl de afgelopen kabinetten met miljarden strooiden om de aarde 0,00036 graden minder te laten opwarmen, de stikstofuitstoot omlaag te brengen tot het niveau van voor 1990, de natuur op het niveau van voor de industriële revolutie te brengen en ons land opzadelde met een asielcrisis van bijbelse proporties, worden de gemeenten gekort op wat het Rijk hen jaarlijks toebedeelt. Nog minder Haagse knaken voor ons, voorzitter. En zo gaat dus ook onze gemeente de pijn voelen. Het ravijnjaar komt dichterbij, waarschuwt het college wederom. De jaren 2026 en 2027 lieten al een tekort zien en daar komt nu de nieuwe jaarschijf 2028 bij. We hebben de bezuinigingen van 2021 nog niet volledig geïmplementeerd of we moeten dus wederom ombuigen. Gelukkig hebben we daar de tijd voor genomen, is de Raad in een vroeg stadium betrokken en heeft de organisatie al wat denkrichtingen aangedragen. We missen daar echter een in onze ogen hele belangrijke en dat zijn de kosten van de organisatie zelf, de zogenaamde apparaatskosten. Die apparaatskosten stegen namelijk van 2020 tot en met 2023 van 677 naar 871 euro per inwoner. Bijna 200 euro meer, terwijl er ook nog eens 6000 inwoners bijkwamen. In absolute getallen kostte het functioneren van het gemeentehuis de burgers van Haarlemmermeer in 2020 tot 105 miljoen. En waren die kosten het afgelopen jaar opgelopen naar 141 miljoen. Die groei van 35% is ruim 2 keer het bedrag dat we zonder ombuigingen tekortkomen. Ter indicatie, de cao-lonen stegen in diezelfde periode 11,4% en dat geeft te denken. En wat deze kostenexplosie des te opmerkelijker maakt, is het veelgenoemde tekort aan ambtenaren. Bij Fortsa leeft sterk de indruk dat we geen ambtenarentekort hebben, maar dat we veel te veel centraal aan het plannen zijn. We zijn een regiegemeente die de regie maar moeilijk uit handen kan geven. We vragen ons verder oprecht af hoeveel mensen op het gemeentehuis dagelijks druk bezig zijn met werk dat onvoldoende toegevoegde waarde heeft voor de inwoners van Haarlemmermeer. Kent onze organisatie onzinbanen en hoeveel zijn dat er dan? Is daar wel eens onderzoek naar gedaan? Zijn we druk met de juiste zaken? Hoe keurt de slager zijn eigen vlees in Haarlemmermeer? En kunnen we niet wat regels schrappen? Waarom niet meer vertrouwen hebben in de goede bedoelingen en het innovatieve vermogen van inwoners en bedrijven? Fortsa is voor decentraliseren, maar dan tot achter de voordeur. Het is in ieder geval goed dat het college oproept om niet met steeds meer taken te komen. Gemeenteraden hebben een horizon van 4 jaar en bij veel partijen heerst de opvatting dat je om herkozen te worden vooral leuke dingen moet doen voor de mensen en daarbij lijkt geld zelden een rol te spelen. Waar gemakshalve aan voorbij wordt gegaan, is dat die cadeautjes door dezelfde inwoners betaald moeten worden. Ik roep de Raad op om lef te tonen en om ook nee te leren zeggen. We hoeven de samenleving niet tot achter de komma te regisseren. Niet iedereen is een slachtoffer, niet iedereen hoeft geholpen te worden. De samenleving heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. En die kosten van de overheid mogen best een onsje minder. Fortsa zag hoe moeilijk dat is toen we het oneigenlijke gebruik van geld voor onze inwoners wilden beëindigen door te stoppen met ontwikkelingssamenwerking. We houden bij Fortsa ons hart vast voor de komende tijd als we op zoek gaan naar nieuwe bezuinigingen. Fortsa heeft goed geluisterd naar het college. Wij komen niet met moties die bij uitvoering om nog meer ambtenaren vragen. Wij zouden zelfs graag wat taken schrappen. De samenleving het meer zelf uit laten zoeken. Tegen ouders die hun opvoedproblemen op de jeugdzorg afwentelen willen we zeggen: pak je eigen verantwoordelijkheid, voed zelf je kinderen op.
We gaan ook niet vragen om een kerntakendiscussie ten einde eens met een stofkam door de organisatie te kunnen gaan. Die komt wel als wij in het college zitten. We komen met de motie, moet ik het goed zeggen, schijn ZZP weg ermee. We hopen dat als het college die ook ziet zitten, dat we daar in ieder geval de zorgkosten wat mee kunnen beteugelen. We gaan instemmen met de raadsvoorstellen die voorlichten en wachten op de volgende verkiezingen. Voorlopig moeten onze inwoners het doen met dit college. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. U heeft motie 19 ingediend als onderdeel van de beraadslagingen. En motie 25 is inmiddels toegevoegd aan de lijst op IBABS. Dan ga ik naar...